Ik hoop zo erg dat hij op mijn hoofd focust nu. Ik kan het niet zien. Misschien moet ik mijn bril even opdoen om te kijken. Zou die op me? Ja, het lijkt wel op mijn hoofd gefocust te zijn. Oké, dan gaan we dan maar gewoon vooruit. Hey, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een Stream Deck van Elgato ga ik unboxen en reviewen. Paar mededelingen voordat ik ga beginnen. Ik ben een beetje verkouden, een beetje ziekjes. Dus vandaar dat ik er wat minder fit uitzie. Misschien op camera. Alles gaat goed verder met me. Dit is de eerste video die ik eigenlijk opneem in mijn nieuwe streamkamertje. En ik ben echt super blij met hoe het eruit ziet. Hier staat mijn setup. En ja, dus ik wil jullie van harte welkom heten. Hier in mijn ouders huis heb ik een heel klein kamertje. Maar dat is mijn streamkamer en ik ben er super blij mee. Nog een ding, blijf vooral even de hele video kijken, want er is een superleuke giveaway op dit moment aan de gang op mijn Twitch kanaal. En wil je meedoen, dan volgt aan het einde van de video meer informatie hierover. Oké, die Stream Deck van Elgato. Ik heb hem een hele tijd geleden gekregen. Je ziet hem hier ook staan. Dat is het programma wat erbij hoort. Ik heb een hele tijd geleden gekregen en toen heb ik een unboxing gedaan. Ik denk dat dit een half jaar geleden is. Ik woonde nog in Culemborg. Ik had geen smaak van hoe ik mijn haar moest doen. Dus mijn haar zit super raar in die clip. Ik heb daarbij ook gewoon nog donker haar. Maar goed, ik heb wel de unboxing gedaan. En eigenlijk dacht ik, ja, het is raar om nu nog een keer de unboxing op te nemen. Dus ik dacht, ik gebruik gewoon deze clip. Maar het moet misschien een beetje raar overkomen voor jullie als je dan ineens mij ziet een paar maanden geleden. Als in half jaar geleden. Maar goed, ik leg wel goed uit hoe het eruit ziet en wat er allemaal op de doos staat en zo. Dus ik zou zeggen, geniet van de video. Dan gaan we hem nu unboxen en dan komen we straks terug bij mij voor de review. Wat ik heb is een Stream Deck van Elgato. Dit is wat ik vandaag ga unboxen en reviewen in deze video. We beginnen vandaag met het unboxen van deze Stream Deck. Ik ben heel erg benieuwd en ik heb ook heel erg veel zin om hem uit te pakken. De verpakking op zich is vrij basic. Het is een doos. En hier zie je een plaatje van de Stream Deck met wat hij kan of zo. Plaatjes erop. En hier staat een kleine uitleg, denk ik. Ja, customization on your terms. Easy setup, drag and drop actions in the Steam Deck app. Nou, dat klinkt echt heel simpel. Dan hebben we studio power at your fingertips. Dus dan kun je heel makkelijk studio power. Tactile control, tap to stream, record, switch scenes and more. Nou, dat is natuurlijk met streamen echt super chill. Dat je dat bij de hand hebt met niet op je toetsenbord. Je kunt gewoon boem, klaar. Lijkt mij heel handig in ieder geval. Ik weet niet of het handig is. Dat gaan we uitvinden deze week. En dan vervolgens heb je live media, lounge, on-screen gifs en audioclips. Dat is echt wel een verrijking van je stream. Als ik het in elkaar krijg te zetten, weet te krijgen. Daarnaast wil ik ook heel graag kijken of dat dan heel veel processorkracht kost. Daar ben ik benieuwd naar. Dus dat gaan we deze video uitzoeken. En er staat instant engagement. Tweet at the perfect moment. Oeh, dat is wel heel gaaf. Met mijn zeer capabele mods kunnen we vast wat leuks vinden met clipjes en dan meteen tweeten van die clip. Dat zou heel leuk zijn, maar dat gaan we zien. Compatible with your preferences. Elgato Gaming Capture HD. Dat heb ik niet, maar dat zal wel hierbij zitten. Tippy Stream, dat is wat ik gebruik. Twitter, OBS, Twitch, YouTube en more. Dus eigenlijk alles wat ik gebruik, behalve de Elgato Game Capture HD, maar dat zal wel hierin zitten, dat dit programma draait op dit op de Steam Deck, worden. En adjustable stand for optimum access and visibility. Heel erg benieuwd naar. Tijd om hem eens even open te maken. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe die nou het ook echt daadwerkelijk doet. Op de zijkant staat trouwens nog 15 customizable LCD keys for ultimate content control. Easily execute up to 210 actions. Dat is een hoop. Dat zal ik vast niet nodig hebben, zoveel. Tap to invigorate your stream with animation and audio. Dat zal echt wel een leuk effect geven aan je stream.
Focus on what matters most, your audience. Dat is echt een goede quote. Tada! Misschien wordt dat wel mijn titel. We gaan hem openmaken. Nog een kleine side note voordat ik begin. De belichting is echt een beetje overbelicht. Ik heb één studiolamp hier in de kamer altijd staan, voor het geval het heel donker is. Vandaag is een dag. Het is 4:00 PM. Het is retendonker. Dus, highlighter, hij is heel erg duidelijk nu aanwezig. Sorry daarvoor alvast. Maar dan gaan we nu door met de video. Voilà, dit zat in de deksel. Dit is hoe die eruit ziet als je hem opent. Dat was gelukkig alleen maar de quick start guide. Oké, en dit is dan de stream deck. Hier zie je hem. USB poortje en die toetsen. Ga ik hem even eruit halen. Dus die quick start guide komen we zo weer terug. Ga hem even eruit halen. Aha. Zo kun je hem helemaal zelf, hoe je hem zo... Oh ja, kijk, je kunt hem ook rechtop zetten als je dat fijner vindt. Of helemaal laag. Ziet er goed uit. Ik ben heel erg benieuwd hoe die op mijn desk staat. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik ga hem installeren. Daarna zal ik even uitleggen hoe en wat. Hoe ik dat heb gedaan, ga ik niet helemaal erdoorheen gaan van hoe je het moet gebruiken. Dat staat... Waarschijnlijk is het heel straightforward, dat gaan we zien. En dat zal ik je ook vertellen of het makkelijk of moeilijk was. En vervolgens gaan we hem een weekje uitproberen. En dan kom ik bij jullie terug met wat ik ervan vond. Geef het alvast een duimpje omhoog als je het nog niet gedaan hebt. En dan gaan wij even een weekje vooruit. Dat was dus even een andere clip. Welkom terug in het heden. Het is gewoon weer, wat is het voor mij nu, woensdag. Als je deze video ziet, is het waarschijnlijk donderdag, denk ik. En ja, er waren wat dingen, features en zo, die benoemd waren in de unboxing. En ik dacht, weet je, ik ga jullie gewoon even meenemen in hoe de Stream Deck eruit ziet. En hoe die werkt en hoe ik hem in gebruik heb. Ik gebruik hem dus al 6 maanden. Ik moet je eerlijk toegeven, ik heb niet alle features gebruikt die hij heeft. Dus er kan nog veel meer meegedaan worden dan dat ik doe. Maar de belangrijkste dingen die ik zelf heel fijn vond, ga ik jullie nu vertellen. En daarvoor ga ik jullie eventjes meenemen achter mijn computer. En dan laat ik jullie zien hoe het er allemaal uitziet. Welkom in mijn prachtige setupje. Hier zien we de Stream Deck staan. Hij staat fantastisch tussen alles in. Gewoon voor mijn keyboard. Ik kan heel makkelijk erbij. En ik heb verschillende toetsen. Ik zal ook even mijn OBS openen op de computer. Dan kun je misschien meteen zien wat er gebeurt. Dus dit is het programma wat gelinkt is aan de Stream Deck. Dus hier kun je alles invoeren, hoe alles, ja, wat je allemaal wilt doen. Daar kom ik zo op terug. Die eerste 2, 3, 4 dingen, die zie je hier terug. Je kunt zelf icons kiezen. Ja, van alles. Hier heb ik gewoon mijn potato. Mattia Potato, omdat dat de game scene is. En als ik daarop druk, ik zal dat even voordoen. Dan gaan we naar mijn game scene. Heel makkelijk. Maar dit kun je natuurlijk ook met een knopje op je keyboard. Is natuurlijk heel makkelijk. In principe kan dat met alles. Maar het maakt het allemaal net wat gemakkelijker. Dus zo gaan we daarheen. En dan hebben we zelfs de dungeon. Die scene swappen we zo naartoe. Ja, ik vind dit heel fijn. Dus dit gebruik ik echt al een half jaar lang. En dat doe ik ook echt. Ja, ik gebruik het echt heel veel. Dan heb ik vervolgens de booty spam. Die moet ik eigenlijk even mijn kanaal voor openen. Hier zie je mijn chat. En als ik druk op booty spam, hier. Dan komen er allemaal booties in de chat. Dus mocht er een nieuwe sub zijn, is het 1 druk op de knop. Heb ik allemaal booties in de chat. Je kunt natuurlijk van alles kiezen wat je maar wil. Vervolgens heb ik in het midden, dus gaan we weer even hierheen, heb ik een pauze en play knop zitten. Dat is de muziek. Aan, aan, aan en uit. Heel makkelijk. Mocht er een alert zijn, dan doe ik die altijd eventjes met muziek uit, zodat ik de alert wat beter kan horen. Vervolgens heb ik wat chat messages.
geïnstalleerd. Dus op dit moment hebben we dus die giveaway. Waarbij je, ja, dat druk ik op hier. Daar staat giveaway. Dus dat kun je daar instellen. Ja, dus dan druk ik daarop. Staat er geef weg, uitroepteken geef weg. Dat is de giveaway announcer. En dan heb ik zo in de chat, hoef ik niemand te vragen om iets te doen. Je bent eigenlijk een beetje je eigen moderator. Zo heb ik het linkje ook voor Body & Fit. There you go, Body & Fit. Heb ik subscribe voor als mensen vragen hoe kan ik subscriben. Krijgen we het linkje naar de sub. Heb ik mijn YouTube, Nieuw Fit. En dan krijg je met de uitroepteken Nieuw Fit in mijn kanaal. Krijg je de allernieuwste video die geüpload is op mijn YouTube kanaal. Vet leuke comment. Dus die is ook leuk. En het wordt heel graag gevraagd naar mijn Instagram. Dus daar heb ik ook een comment van in mijn kanaal. Dus mocht iemand vragen naar mijn Instagram of ik heb het over mijn Instagram, kan ik met één druk op de knop Instagram delen in mijn chat. Super handig. En als laatste heb ik nog een ad break. Die kan ik runnen. Ja, daar zie je nu niks van. Maar als je live bent, dan speelt die automatisch een 2 minuten break af. Net wat je hebt ingesteld. Eigenlijk gebruik ik die niet zoveel. Maar toch handig om te hebben. Dus dat is wat ik nu allemaal heb ingesteld. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Als je naar dit programma kijkt, zie je echt een hele hoop mogelijkheden die er zijn. En eigenlijk wil ik er een keer mee gaan spelen. Maar dat is denk ik beter voor een andere video. Ik denk dat ik voor nu het hierbij laat. Hebben jullie een beetje een idee van hoe het werkt? Het is echt super simpel. De dingen die ik heb geïnstalleerd zijn allemaal super simpel. Ik wil nog zeker uitproberen met die tweet. Dat er een clip wordt gemaakt en dat ik hem meteen kan tweeten op mijn account. Dat zou super leuk zijn. Maar dat is iets voor in de volgende video. Dus dat was de review en de unboxing van de Stream Deck van Elgato. Ik zeg super ideaal, vooral als je een streamer bent. Maar je kunt het ook gebruiken als je bijvoorbeeld een YouTuber bent. Of als je gewoon video's wil maken van jouw gameplays. Het heeft allemaal features dat je kan klikken als er een goede play is. En van alles kan er mee gebeuren. Dus ja, ik ben er super enthousiast over. Maar waarom we heel veel hebben doorgekeken tot het einde van de video. Op dit moment geef ik de Yobi Gorillapod rig weg. Op mijn Twitch kanaal ter waarde van €199. Super ideaal ding. Ik ga dadelijk na deze video de trailer instarten. Dan kun je een goed beeld krijgen van hoe die eruit ziet. Als je voor nu... Ik gebruik hem op dit moment. Kijk, daar staat hij. Dit is de Yobi Gorillapod rig. Hier kun je hem gewoon even zien. Maar kijk vooral even de trailer. Als je nog niet precies weet wat het is en of het iets voor jou is. Ben jij die beginnende YouTuber of Twitcher, Twitch streamer? Dan zeker even meedoen met de giveaway. Hij wordt weggegeven op vrijdag 29 juni. Dus wees in mijn chat. Je kunt je aanmelden via de link in de beschrijving. En als je aangemeld bent en je wint, dan krijg je een mailtje. En binnen 2 uur moet je even reageren op dat mailtje. En anders ga ik een andere winnaar kiezen. Dat is heel belangrijk. Want als jij dus dat mailtje leest na 5 uur, dan ben je dus niet meer de winnaar. Dat is heel belangrijk. Dat zal ik ook in het mailtje erbij zetten. Ik hoop dat jullie allemaal meedoen aan de giveaway. En dat een goede beginnende streamer of YouTuber deze Gorillapod rig mag winnen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dankjewel voor het kijken. Geef deze video een duim omhoog als je het nog niet gedaan hebt. Abonneer op mijn kanaal. Zodat je altijd de eerste bent die mijn nieuwste video's ziet. En vergeet natuurlijk niet op de notificatiebelletje te drukken. Als je de eerste wil zijn die ook daadwerkelijk de video ziet. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video. En geniet eventjes van de Yobi trailer. Mag ik aan jullie voorstellen de Yobi Gorillapod rig. Gorillapods bestaan al 10 jaar. Iedereen kent ze wel. Topvlogger Casey Neistat maakte de Gorillapod bekend onder vloggers. Een rig is een videostatief die je goed stabiel kunt houden. Je kunt bijvoorbeeld 1 van de 3 pootjes op je schouder leggen en de andere 2 als handvat gebruiken tijdens het filmen. Hij is geschikt voor alle camera's en hij kan zelfs tot 5 kilo dragen. Dus echt stevig. Je kunt hem makkelijk neerzetten, ergens omheen buigen of als selfie stick gebruiken. Er is ook een Yobi Gorillapod Mobile Rig. Hiermee kun je op diezelfde manier filmen, maar dan met een smartphone. Ik ben zelf erg groot fan van de Yobi Gorillapod Rig. Ik gebruik hem zelf tijdens het streamen om mijn webcam op te plaatsen.
en natuurlijk voor het vloggen. Daarom ben ik deze samenwerking met Joby ook aangegaan. Mocht je meer willen weten, klik dan op de link in de beschrijving.